Welkom allemaal bij waarschijnlijk de allerziekste Clash Royale video die ik ooit ga doen. Dit is echt niet normaal. Ik ga namelijk deze video niet 1, niet 2, maar gewoon 3 legendarische kaarten upgraden. Volgens mij 2 naar level 12, namelijk de Lock en de Miner. Die ga ik upgraden naar level 12. En dan heb ik nog de Magische Boogschutter die ik ga upgraden naar level 11. Nu denk je misschien, je hebt nog een Magische Boogschutter nodig. Je hebt nog 2 keer de Lock nodig. Ja, dat klopt helemaal. Maar ik ga ze allemaal vragen in mijn clan. Want ik had laatst een aanbieding gekocht waardoor ik 3 legendarische rel tokens erbij kreeg. Super nice. En dat betekent dat ik ze nu dus allemaal in kan ruilen. Ik zal alvast wel 1 aanbieding klaarzetten. Die Magische Boogschutter moet denk ik geen probleem worden. Voor welke zou ik hem dan inruilen? Ik doe hem wel voor de koninklijke spook. Ik kan deze bijvoorbeeld eventjes doen en die wordt vast wel geaccepteerd. Wat een grote probleem is, is de Lock. Want eigenlijk gebruikt bijna iedereen de Lock. Dus ik denk niet veel dat mensen de Lock willen weggeven. Misschien voor een vonkje of zo. Dat is echt niet normaal. Maar ik ga die ook gewoon vragen. Maar als jullie allemaal zin hebben in deze video, smash allemaal een duimpje omhoog. 1000 likes zou super awesome zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En als ik al die kaarten heb geüpgraded, dan ga ik met al die legendarische kaarten in 1 deck spelen. Dan moet ik een beetje een deck maken wat een beetje goed samenspeelt. Volgens mij willen redelijk wat mensen vonkje uit mijn clan, dus ik doe die ook. Ja, ik wil mega ridder. Jij miner? Nee, miner hoef ik niet. Ik kan wel mega ridder weggeven op zich. Heb ik die trouwens? Nou ja, daar heb ik er eentje van. Ik zou hem in principe kunnen ruilen. Dan doe ik zo en dan doe ik hem voor een mega ridder geven, bevestigen. Dan ben ik benieuwd of mensen hem gaan accepteren. Ik zeg ook wel dat ik tegen anderen kan ruilen. Dit wil ik, maar ik kan ook anderen geven. Koop hem die aanbieding hoor. Ja, ik heb hem gekocht die aanbieding. Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Ik wil eigenlijk nu zo meteen al die kaart allemaal gaan upgraden. We kunnen als eerst in ieder geval de miner alvast upgraden. Dat is 1 legendarische kaart die we al kunnen upgraden. Naar level 12. Die kost trouwens ziek veel coins. Want dit kost alweer 50.000. Die andere die ik zo meteen ga upgraden kost ook 50.000. Het is echt niet normaal hoe ziek dit gaat worden. En dan ga ik zo meteen gewoon even een compleet nieuw deck maken. Ik zou trouwens alvast een deck kunnen maken. Dan zet ik hem gewoon even op 5. Sowieso mijnwerker. De stam die moet er dus ook bij. Want die ga ik ook upgraden. De houthakker wil ik er ook bij. Puur omdat ik hem al maximaal level heb. En welke gingen we nog meer upgraden? Oh ja, de magische boogschutters. Dat zijn sowieso de kaarten die ik ga gebruiken. Die onderste 4 kaarten, dat moet ik nog even zien wat ik daar tegen ga doen. Even kijken. Ja, ze zitten allemaal een beetje te praten. Maar niemand die ruilt op dit moment. Ja, er zijn ook maar 4 online. Maar dan ga ik gewoon alvast mijn deck klaarmaken. En als ik mijn kaarten kan upgraden, dan gaan we een potje spelen. Ik heb nu al, ja, miner is een beetje aanvalstroep. Houthakker ook. Ik moet eigenlijk nog 1 grote sterke troep hebben. Of zullen we alleen legendarische? Ja, dat is wel leuk. Weet je wat? Ik ga alleen legendarische doen. Ik denk de mega ridder. Dan heb ik 1 grote sterke troep. Die vonkje is, zou ik vonkje ook houden. Is op zich wel chill, denk ik. Ik doe ook de boogschutter. En misschien de bandiet. Maar dan heb ik misschien niet zo veel luchttroepen. Misschien moet ik wel wat luchttroepen erbij. Misschien een Electro Wizard. Voor wie zou ik de Electro Wizard doen? Die doe ik dan toch veel voor vonkje. Of een Inferno Draak is misschien ook wel chill. Ja, ik doe denk ik toch de Inferno Draak. Want mocht hij een Golem of een Reus hebben of zo, met een Inferno Draak kan je die vet goed verdedigen. En dan denk ik dat ik de prinses inruil voor een Electro Wizard. Of voor een IJstovenaar. Dat zou ook kunnen. Ja, ik denk met dit deck ga ik zo meteen spelen. En dan heb ik echt ziek hoge levels legendarische. Dat is echt niet normaal. Dan heb ik een 2 van level 12, eentje van maximaal en zo meteen de rest allemaal 11. Dat is echt ziek hoog. En er is ondertussen nog steeds niks gereld. Weet je, op het moment dat er iets is gereld of iets is gebeurd, zien jullie me weer. Want om hier speciaal op te wachten is natuurlijk een beetje onzin. Oké, ondertussen heb ik iemand gevonden die de Magische Boogschutter wil ruilen tegen een Nachtheks, wou die. Dus dan doen we dat. Dan is dat eentje die ik kan ruilen. Yes, dan hebben we nu een Magische Boogschutter erbij. Dan kunnen we die upgraden. Hoppatee, thanks. Even een wat duimpjes omhoog. Dan heb ik nu alleen nog Lock nodig. Maar het probleem is dat niemand echt Lock heeft uit mijn clan. Dat is een beetje fucked up. Oké, dan ga ik nu even weer die Lock opnieuw instellen. Ik wil eigenlijk dat ze gewoon onderaan blijven staan. Welke kaart? Mij boeit het helemaal niet welke ik kwijt ben. Volgens mij vonkje, die willen wel veel mensen. Volgens mij Mega Ridder ook. Dat is een beetje fucked up, hè. Ik kan Electro Wizard ook. Ik zie maar, weet je, het boeit me helemaal niks. Iedereen kan ruilen, maar er zijn momenteel niet zoveel mensen online. Maar we kunnen in ieder geval die Magische Boogschutter alvast upgraden. Dan is dit legendarische kaart nummer 2 die ik heb upgraded van deze video. Alleen de Lock nog. En daar heb ik er nog 2 van nodig. Oké, dan zien jullie zo meteen weer als dat ook is gefixt. Tot zo. Nou, het is ondertussen serieus gewoon 20 minuten later. Eindelijk is er weer eentje gereld. Een Mega Ridder tegen een Lock.
Dat betekent dat ik er nu nog eentje nodig heb. Dus dat is heel nice. Heeft iemand nog wat gezegd? Want ik heb het spel ondertussen afgesloten. Ik ging daarna gewoon weer even opnieuw opstarten. Ik annuleer hem even en dan ga ik hem opnieuw vragen. Dus in ieder geval nice. We hebben dus nog één lock nodig en dan heb ik die ook. Ik doe het wel even tegen Vonkje. En dan zien jullie me weer als die is gereld. Misschien dat ik hem ook tegen anderen rel. Ik zie het wel. Holy shit, het is eindelijk zover. Dit heeft echt veel langer geduurd dan dat ik dacht. Dat komt vooral omdat iedereen eigenlijk de stam gebruikt uit mijn clan. Dat houdt in dat niet heel veel mensen de stam hebben. Omdat ze al heel veel gereld zijn, zeg maar. En al heel veel geupgraded. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. We hebben nu een stam erbij gekregen. Dat betekent dat we die ook kunnen upgraden naar level 12. Kost weer 50.000 coins. Dus ik ben best wel heel wat coins kwijt deze video. Maar dat maakt me niet uit. We hebben gewoon de mijnwerker geupgraded, de stam en de magische boogschutter in één video. Hoe super ziek is dat? En trouwens bedankt de mensen die met mij hebben gereld. Ik weet niet eens precies met wie jullie hebben gereld. Maar we gaan gewoon met dit deck nu een potje spelen. En dat doen we gewoon met 4892 trofeeën. Dus dat is best wel heel hoog. En dan gaan we even kijken of we dan gewoon een victory kunnen halen. Of een win. Victory, dat klinkt heel erg Fortnite-achtig. Eigenlijk gewoon een win. We gaan het zien. Ondertussen krijg ik een mailtje binnen. Maar dat is niet zo heel speciaal. Dat heb ik zo vaak van die reclame mailtjes van webshops en zo, dat moet ik eigenlijk een keer uit gaan stellen. Maar ik ga hier nu in ieder geval zorgen dat ik een beetje de boel verdedig. Die Zep, dat was op zich wel slim gedaan. Ik zal hier trouwens even mijn mijnwerker neerzetten. Of mijnwerker. Mijnwerker, dat is zeg maar Engels-Nederlands door elkaar. Nee, ik kan hier niet echt heel veel damage doen. Dat is een beetje jammer. Ik denk dat ik nu even rustig aan ga doen. En dan doe ik zo meteen een aanval met een houttakker en magische boogschutter. Zo'n magische boogschutter is best wel overpowered. Want die weet altijd zo'n toren te raken. Gewoon van mega ver afstand. Als hij gewoon in de lijn schiet, dan doet hij echt veel damage. Oké, we gaan het proberen. Kijken of het gaat lukken. Oh nee, die magische boogschutter moet er niet voorkomen. Kijk, dit bedoel ik dus. Die Pekka die loopt ervoor. Maar toch hit ik de hele tijd die toren. En dan kan je toch veel damage doen. Zo trouwens Inferno draak neerzetten. Die wordt ook geboost, dus dat is ook chill. En dan verdedig ik die Pekka daar wel mee. Misschien, ik zou trouwens even snel een stam neerzetten. Mijn eerste level 12 stam. Oh shit, dat ging niet heel lekker. Ik zal er ook nog struik over neerzetten. Om die daar te verdedigen. En hebben we dit makkelijk verdedigd. En dan staan we nu gewoon voor qua damage. Het zou heel baas zijn als mij dit gaat lukken, dat ik dit gewoon ga winnen. Gaat lastig worden, maar het zou in principe kunnen. Zometeen als hij een Hog Rider neerzet, zorg ik dat ik mijn Mega Ridder neerzet. Bovenop die Hog Rider. En dan kan ik denk ik niet heel veel damage doen, want ik denk dat hij die nu neer gaat zetten. En dat doet hij inderdaad. Mega Ridder, woep, boom! Doet hij veel damage? Ja, ik kan toch twee hits doen. Oké, shit. Dat is toch meer dan dat ik dacht. Dat is een beetje fucked up. Ik zal nog even Maakse Boogschutter erbij neerzetten. Ik ben bang dat hij een Pekka neerzet. Dan kan ik mijn Inferno draak neerzetten. Ja, hij doet inderdaad een Pekka. Maar die zet hij eigenlijk te laat neer. Waardoor mijn Mega Ridder al best wel wat hits heeft kunnen doen. Ik zal hier nog even een lock neerzetten. Oh, ja, die lock is ja, net goed genoeg. Als die Pekka me even doodgaat, dat zou chill zijn. Ik zal hier even een bandiet of struik over neerzetten. Het gaat echt heel gelijk op. En ja, en die Pekka is nu dood. Oké, zetten we mijn werk hier nog neer. Mocht dat nog nodig zijn. Ik weet het eigenlijk niet. Hier nog een magische boogschutter. Die mijnwerker die haalt denk ik net wel of net niet zijn toren neer. Oeh, die vuurbal is een beetje fucked up. Ja, dan heeft hij mijn toren. Maar ik heb zijn toren bijna ook zo goed als. Maar nog net niet, dus dat is een beetje fucked up. Met één lock heb ik hem wel, dus dat is wel een voordeel. Ik zal hier nog even struik over neerzetten. Oeh, nice. Die Inferno draak, oh shit, die wordt... Ja, dit is wel een beetje fucked up. Die moet die Pekka bijna dood zien te krijgen, anders ben ik best wel gefuckt. Oké, ik zal hier elektrowissel neerzetten. Maak zijn boogschutter. Zou ik hier even mijn houttakken neerzetten. Want ik moet de boel daar gewoon wat verdedigen. Oeh, die bliksem. Holy shit, dat was echt fucked up. Ik zal hier trouwens mijn stand neerzetten. Want ik moet ondertussen wel die toren neerkrijgen. Die Pekka, die kan gelukkig niet nog een hit doen. Oh, dit gaat heel spannend worden. Dit zou zo fijn zijn als mij dit gaat lukken met dit winnen. Ik zal hier nog Electro Wizard neerzetten. Bats, dan kan die één hit doen, denk ik. Ja, daar kan ik nog wel mee leven. Zal ik hier een mijnwerker neerzetten. Zetten we hier nog een houttakker bij neer. Oh shit, die mijnwerker kan nu 1 of 2 hits doen. Maar ja, dat is natuurlijk niet al te veel. Hier even magische boogschutter neerzetten. Oh nee, 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 nee. Hij zet daar net zo'n andere kaart neer. Ja, dit gaat hem niet meer worden. Dit kan gewoon bijna niet meer, joh. Dit kan gewoon bijna niet meer dat ik dit ga winnen. Ik kan nog elektrisch doen. Nee, dit is voor mij. Holy shit, ik heb wel lang volgehouden, weet je. Dit is de eerste keer dat ik met dit deck speel. Het is compleet random bij elkaar neergezet. En ik won bijna tegen gewoon een goede tegenstander. Ik zal even kijken wat zijn record is. Daar ben ik wel benieuwd naar.
hoeveel bekijken. Ja, kijk dan, de kill heeft gewoon 5200 trofeeën gehad. Die heeft dit seizoen al de 5000 trofeeën gehad. Dus zeker geen slechte tegenstander, maar ik had gewoon alsnog bijna gewonnen. Maar helaas net niet. Maar het was wel een zieke video. Het heeft dus uiteindelijk veel langer geduurd dan dat ik had gehoopt of had gedacht. Uiteindelijk is het wel goed gekomen. We hebben de 3 legendarische kaarten geüpgrade. En daar gaat het uiteindelijk om. En oh, dit wordt zo ziek. En in mijn normale deck gebruik ik natuurlijk ook de Lock. Dat is de enige kaart in mijn normale deck die ik nog niet maximaal level heb. Alleen die 20 legendarische voor de Lock nu, dat gaat ziek lang duren. Ik denk dat ik dat voorlopig nog lang niet ga halen. Maar misschien gaan we daar ooit voor sparen. Want ik zou niet weten voor welke andere legendarische ik moet sparen. Want eigenlijk gebruik ik die andere niet echt. En die mijnwerker gebruik ik eigenlijk ook nooit. Het is meer puur toeval dat ik zo hoog level heb dan dat ik er echt voor spaar of zo. Maar het is wel baas dat ik die ook gewoon level 12 heb. Maar dan bedank jullie allemaal voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten op deze zieke video. En te abonneren. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!